Welkom ook aan degenen die hier in het midden van de zaal zitten. Het leeuwendeel van de mensen die hier zitten wist wel dat ze hier naartoe zouden komen. Maar er zitten er een aantal tussen die tot zo even niet hadden gedacht dat ze vandaag in deze zaal zouden zitten. Laat staan dat ze een idee hadden van wat er zou gaan gebeuren. De 26e april is de dag waarop de koninklijke onderscheidingen in Nederland worden toegekend aan mensen die misschien in hun eigen ogen niet zo heel veel bijzondere dingen gedaan hebben, maar die in de ogen van heel veel andere mensen dingen van onschatbare waarde gedaan hebben. En dat vieren we vandaag door die mensen te bedelven onder lintjes. Nou, dat gaat inderdaad gebeuren. Een van de Almeloers die ik onder uw aandacht wil voorsorteren is helaas niet meer onder ons. Hij is overleden. En het is de heer Bayram Arslan. De heer Arslan, dames en heren, is helaas onlangs overleden. Maar zijn familieleden, zijn weduwe en zijn zoon, die zijn hier. En wie zo'n lintje, zo'n onderscheiding ontvangt, die is daar meestal heel erg trots op. En dat mag ook, daar mag je ook trots op zijn. Want je krijgt zo'n onderscheiding niet zomaar. Daar moet je iets voor doen. En meestal ook wel meer dan één iets. Je moet daar jarenlang je beste vermogen voor gegeven hebben aan de samenleving, aan andere mensen. Ik ben hierin gelokt. Ja. Ik wist morgen om 9:30 pas dat dit zou gebeuren. Oké. Okay. En dat ging allemaal om 9:30 met u hier eens? Om 9:30 was ik hier. Ja, ja. En maar iemand anders, een kennis van mij, zou gehuldigd worden. Oké. En daar kwam ik hier. Ja, ja, ja. En hoe voelt u zich nu? Ja, geweldig. Geweldig, ja. Het is gewoon een onverrompeling geweest. Oké, okay. Helemaal niet verwacht. Ook geen minuutje aan verwacht. Mijn kinderen hier, jullie hier. Ja. Is onvoorstelbaar, hoor. Had u het verwacht? Nee, eigenlijk niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat ik lid in de orde van Oranje Nassau zou worden en geen ridder. Want ja, ik heb best wel internationale activiteiten georganiseerd. Maar ik had niet gedacht dat dat dan uiteindelijk uit zou monden tot de hoogste onderscheiding die er was.